Hallo en welkom bij deze update over prijsbeleid van Microsoft. Veel over gezegd en geschreven de laatste tijd. Het leek ons goed om jullie daar eens over bij te praten, hè? Want vorige week kwam Microsoft met het bericht dat prijzen van online diensten zoals Office 365 en Microsoft 365 per 1 april in prijs worden verhoogd. En dat is eigenlijk nu de tweede keer in korte tijd dat er een toch wel behoorlijke prijsverhoging aankomt. We hebben dat natuurlijk eerder al gezien in maart van vorig jaar. Maar er is nu wel echt iets anders aan de hand. Hè. Dus er is wel sprake van echt een verandering in het prijsbeleid. Ja, waar heeft dat nou precies mee te maken? In het verleden zagen we dat prijsverhogingen bij Microsoft vaak gerelateerd waren aan een nieuwe versie of aan een nieuwe release. Maar deze keer is er echt iets anders aan de hand. Kijk, Microsoft is een van de weinige softwarefabrikanten die in iedere regio een eigen prijslijst heeft. Bij andere fabrikanten zie je dat niet zo is. Die hebben vaak een prijslijst gebaseerd op de US dollar. En in de regio zelf wordt alles daaraan aan omgerekend. Nou, Microsoft heeft dat niet. Die heeft echt in iedere regio met een eigen valuta ook een eigen prijslijst. Daardoor zie je eigenlijk dat ook door fluctuaties in de markt die prijzen in regio's ontzettend van elkaar kunnen verschillen. Daar kun je natuurlijk als opdrachtgever, zeker als internationale opdrachtgever, ook je voordeel mee doen. En dat hebben heel veel organisaties ook gedaan de afgelopen jaren. En Microsoft die past dat dus nu aan. Vanaf nu gaan zij 2 keer per jaar herbalanceren. Waarbij eigenlijk dus die US dollar prijslijst van Microsoft als basis dient. En zo worden de prijslijsten in de verschillende regio's eigenlijk weer op hetzelfde niveau gebracht. Dus dat is echt iets wat we vaker gaan zien. Vanaf 1 april dus voor het eerst. Daarnaast zal Microsoft dat 2 keer per jaar gaan doorvoeren. Belangrijk wel om erbij op te merken is dat klanten die natuurlijk in een enterprise agreement zitten hier bescherming tegen hebben. Dus het heeft met name impact op kortlopende contracten, zoals bijvoorbeeld zo'n CSP-model. Nou, wil je nou begrijpen welke mogelijkheden je als opdrachtgever of als eindgebruiker hebt om je te beschermen tegen dit soort prijsverhogingen? Neem dan even contact op met kantoor of stuur mij een bericht en dan praten we je daar graag over bij.